show gemaakt. En de opdracht was, dat zie je bij sommigen heel goed terug, de overgrote factor van jezelf spelen. Dus de ouders die nu in de zaal zitten, die zullen waarschijnlijk wel hun eigen dochter herkennen. En dan in de overgrote factor. Dus ze hebben iets uit hun persoonlijkheid genomen dat ze uit gaan vergroten. Dus dat is makkelijk om te spelen, dacht ik. Hè? Want dan zijn ze zichzelf, maar toch net ietsje meer. En daarin hebben ze een Holland Got Talent show gemaakt. En ze gaan zich nu voorstellen en dan gaan we zien wat ze gemaakt hebben. Ja hoor, je hebt het helemaal prima. Dat ga je even. Prima. Nou, hallo, ik ben Adriek en ik ga een liedje zingen met dit toneelstukje. Nou, en ik ben Elie. Ik ga een liedje zingen. En het is de tocht. Riep je helemaal niet mee hard. Hoi, ik ben Inke. Hoi. Oh ja, ik ben Julie. Ik ben Romy en ik ben presentatrice. En eigenlijk wou ik dit helemaal niet, maar toch gingen we nog eens. Ik ben Marissa en ik zit in de jury. Ik ben Lianne en ik ga samen met Maura dansen. Zo. Hi, ik ben Meis en ik zit in de jury. Ik ga samen met Lianne dansen. Ja. Nou, wat ging en hoe weet je? Oh, Maura! Jongen, we vonden het maakt niet uit. Slim. Dan gaan
gaan we alweer naar ons laatste optreden van vanavond en dat is Annie. Nou, hallo, ik ben dus Annie, dat je al gehoord. Ik ga een liedje zingen van Amy MacDonald. En dat is volgens mij dus te live. Oh, the window whistles down the gold dark street tonight, and the people they were dancing to the music vibe, and the boys, just the girls, and the girls and the hair on the shirt, the wind just sit way over there, and the songs are alive, it's one more than I'm before. I ain't singing a song, thinking this is alive. When you wake up in the morning, where your head was just aside, where you wanna go, where you wanna go, where you gonna sleep tonight. And you're singing a song, thinking this is alive. And you wake up in the morning, where your head was just a size. Where you wanna go, where you wanna go, where you wanna sleep tonight. Where you gonna sleep tonight? Woohoo! Oh, jury, wat vonden jullie ervan? Ik vond het wel goed. En meis? Ik vond het helemaal toppie. Ik vond het weer helemaal geweldig. Oh, leuk, word je met je benen deed. Jullie kunnen stemmen voor Eline. Naar, dan moet je bellen naar 0909 0001 of sms'en naar Eline 3131. Wil je stemmen voor Maure en Lian, dan moet je bellen naar 0909 0002 of je sms Lianne en Maure naar 3131. Wil je stemmen voor Aniek, dan bel je naar 0909 0003 of je sms't Aniek naar 3131. Wat zijn de prijzen? Stemmen voor Jelle. Zeg ik niet, Jelle. Even een jury-commentaar. Wie denken jullie dat er gaat winnen vanavond? Ik weet niet, ik vond ze allemaal wel goed. En meis? Nou, ik vond Lianne en Maura echt helemaal toppie. En Nienke? Nou, ik vond Nienke goed, maar ik vond ook Eline heel goed. Maar ik vond ook Lianne en Maura heel goed. Dus allemaal. Oké. Okay. En de lijnen zijn vanaf nu gesloten. Oh, dat is stil. Ja, de notaris. Nee, kom zo. De notaris is er nu aan het tellen. Kom op, snel. Ik heb de uitslag. Ja, gaat hier allemaal wat sneller, hoor. Dan moet ik dicht. De derde prijs is voor Aniek. Ik vind het heel leuk dat ik de derde prijs heb gewonnen. Want al die mensen voor mij, die gingen dat allemaal uit. En ja, toen bleef ik dus over. Ja, ik vind het gewoon heel leuk. Doei. De eerste plaats is voor Eline en de tweede voor Paul en Lianne. Doei. Dit was Hollandse Vertellen van 2010. Bedankt voor het kijken en tot volgend jaar. Is er thuis ook een beetje stil? Een beetje stil? Nee? Nee? Ergens anders wel, maar thuis niet. Nee. Oh. Nou, dan kunnen we dat de volgende keer doen. Van hoe je niet hier bent, maar hoe je thuis bent. Ik denk dat ze dat...